Mijn naam is Ronald Buiting. Ik ben eigenaar van Buiting Advies. Het is een ecologisch adviesbureau. En ik vind zelf dat het wel een bijzonder ecologisch adviesbureau is, omdat wij andere dingen doen dan de reguliere adviesbureaus. Wij doen bijvoorbeeld geen onderzoek naar de vleermuispopulatie hier in Vlissingen. Maar wel altijd naar kijken hoe je ergens de biodiversiteit kan verbeteren. Ja, we staan hier op de locatie van het bomenplan van Hotel Wood. En nou ja, je ziet hier dus dat er ongelooflijk veel dingen gebeuren op het gebied van biodiversiteit. Ja, Buiting Advies deed een jaar of 10 geleden wel nog heel veel ecologisch onderzoek. Maar je ziet dat sinds de aandacht voor biodiversiteit echt enorm is vergroot. Dat we nu steeds meer ook in de stedelijke omgeving aan de gang zijn. Of in de randen van de stedelijke omgeving. En dus ook op plekken waar recreatieondernemers actief zijn. De opgave die er ligt in het kader van biodiversiteit is ongelooflijk groot. Als je kijkt dat op dit moment de haas al een rode lijstsoort is. 40% van Nederland is weiland. Zou je zeggen, god, die hazen moeten het wel goed doen. Maar de haas is zelfs al een rode lijstsoort. Dan is de opgave enorm groot. En daarom vinden wij vanuit ons bureau dat je eigenlijk overal waar het maar even kan, hoe klein dan ook, aan biodiversiteit zou moeten werken. Als je dat op de goede manier doet en bijvoorbeeld combineert met alle activiteiten die er moeten gebeuren op het gebied van gezondheid, of de activiteiten die er moeten gebeuren op het gebied van klimaatadaptatie, dan kun je heel veel dingen samenvoegen en daardoor ook veel meerwaarde creëren. Dus ik denk dat je op biodiversiteit moet inzetten, maar altijd in je achterhoofd ook die andere grote thema's moet hebben, zoals bijvoorbeeld klimaat. Of, ik denk dat zoiets als huidkanker, vanwege dat de bezonning erg toeneemt in Nederland, een heel groot probleem gaat worden. Dat denken trouwens de artsen ook. Dus eigenlijk moet je iedereen een schaduwrijke omgeving aanbieden. Nou, als je dat dan doet met de goede soorten, dan bied je de bijen ook weer nectar. Nou, een beetje die gedachte, dat combineren, dat is heel belangrijk. Nou, ik denk dat toeristische ondernemers eerst de eerste stap moeten zetten en zich bewust worden van het feit dat zij ook iets kunnen doen. Ik zei net al, hoe klein ook, een groene wand in de bloembak precies de goede soorten zetten, waardoor je een nectar aanbiedt op het moment dat er weinig nectar is. Zulke kleine dingen werken ook al. Dus dat is stap 1. De tweede stap is dan dat je nadenkt, op welke locatie zit ik eigenlijk? Wat kan ik hier allemaal? Nou, wat wij dan altijd doen, het is wel handig als je iets doet voor soorten die ook in de omgeving aanwezig zijn. Als je dus iets wil, dan kijk je, en daar hebben ze misschien een beetje hulp bij nodig, maar dan kijk je welke insecten zitten er in de omgeving, welke vlinders zitten in de omgeving, welke vogels. En als je dat weet, dan is de derde stap die je zet, goh, wat hebben die dan nodig om geholpen te worden? Bij vlinders is het bijvoorbeeld belangrijk om op het goede moment nectar aan te bieden. Maar bij vogels moet je nestgelegenheid aanbieden. Dat zijn hele andere opgaven. En op het moment dat je dat dan hebt ontdekt, dan zeg je, oké, stel nou dat ik ga voor de vlinders. En stel nou dat ik iets wil doen met nectar. Hoe doe ik dat dan? Wat bied ik dan aan? Welke soort heb ik daarbij nodig? Een hele bijzondere en belangrijke soort in Nederland is bijvoorbeeld klimop. Dat die aan het eind van het jaar heel veel nectar biedt en dan tanken de vlinders die als vlinder overwinteren tanken zich nog even vol. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor hommels, die tanken zich ook vol. Als jij dan zorgt dat je dat aanbiedt, al is het maar een heel klein wandje, dan doe je al iets heel goeds. Dus belangrijk als voor recreatieondernemers, 1. Zorg dat het op het netvlies komt. En vervolgens ook ecologisch goed nadenken wat je gaat doen. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Ik geef een voorbeeld in relatie tot klimaatverandering. Stel nou dat er een wadi moet komen om piekbuien op te vangen. Dan kan je een wadi inrichten. En die wadi kan je heel technisch inrichten. Bijvoorbeeld inzaaien met gewoon gras. En dan kan je ook gaan maaien. Dan heb je alleen een wadi, heb je één ding geregeld. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik kijk even welke insecten er in de omgeving aanwezig zijn en welke vlinders. En dan ga ik precies die kruiden in die wadi inzaaien, waar die vlinders profijt van hebben. Soms als waardplant, soms als nectarplant. Maar je kan nog verder gaan. Je kan ook denken, kan ik in die wadi niet een wat dieper gedeelte maken waar in het voorjaar water staat. En dan wordt het plotseling een voortplantingshabitat voor amfibieën. Nou, zet je dan ook nog een willig in de hoek, dan heb je ook nog heel vroeg in het voorjaar nectar. Dat is voor die aardhommel weer leuk. Dus ik zie dat stapelen, daar gaat het eigenlijk om. En ik heb wadi's gezien waar er ook nog voor is gezorgd dat er een pad doorheen loopt, waardoor je ook nog zorgt dat er een nieuw ommetje ontstaat. Nou, dan heb je dus klimaatadaptatie, heb je goed op orde. Maar als bijproduct krijg je dan biodiversiteit. En zelfs ook gezondheid in dit geval. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je met groene wanden gaat werken. Groene wanden, dan kun je zeggen, goh, is dat nou leuk voor de biodiversiteit? Ja, als je de goede soorten neemt, is dat goed voor de biodiversiteit. Maar het levert ook koelte op. Als dat een wand is waar heel veel zon op valt, dan wordt die wand, als die groen wordt, veel minder warm. En heb je dus veel minder airco nodig. Nou, dan stoot je dus en minder warmte uit. Want het nadeel van airco's is natuurlijk dat de warmte wel naar buiten gestoten wordt. Dan wordt het buiten nog warmer. Airco's nemen ook veel energie.
Dus die groene wand is dan en leuk voor de biodiversiteit. Hè? Wel beplanten met kamperfoelie en met klimop. Hè? Dat zijn dan de soorten waar ik voor zou kiezen. Het geurt ook nog lekker, hè? Dat is ook nog mooi. Maar dan heb je dus heel veel dingen tegelijkertijd gedaan. En dat is volgens mij de truc. Misschien nog één ding daarbij. Soms heb je als recreatieondernemer maar beperkte ruimte. Hè? Je hebt alleen maar een terras. Dan is het ongelooflijk belangrijk om gelijk bijvoorbeeld met de gemeente in contact te treden. Of met de aanpalende grondeigenaren. Dat je dit samen oppakt. En ik merk op heel veel locaties dat de gemeenten eigenlijk staan te springen om initiatieven, bijvoorbeeld van recreatieondernemers. Want dan kunnen ze zelf ook aan de gang. Ze zitten daar echt op te wachten. En misschien nog één leuk feitje of weetje. Eén volwassen eik, en dat duurt even voordat we een volwassen eik hebben. 70, 80 jaar, daar moeten we nog even op wachten. Maar één volwassen eik vervangt 10 airco's. Geeft zoveel schaduw, zoveel verdamping, zoveel koelte, dat je dus 10 airco's niet hoeft aan te leggen. Nou, wat is er mooier? Er zijn volgens mij nog twee andere dingen die heel belangrijk zijn. En het eerste is dat je het samen moet doen. Ik zei het al, samen met de gemeente, maar ook samen met de andere recreatieondernemers. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. En het tweede is dat het zowel kan bij de verblijfsrecreatie, daar ligt natuurlijk enorme kansen. Hè? En ook het regelen van schaduw daar is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Wordt ook steeds belangrijker, want het wordt bloedheet, ook in Zeeland. En het wordt nog veel warmer, hè? Dus er komt nog 3-4 graden bij. Dus dat is heel belangrijk. Maar het komt dus ook in het klein. Je kunt ook in het klein wat dingen doen. Helemaal als je zo'n partner als de gemeente meeneemt. Dus ik zou het over de hele breedte willen zien. Ik zou het ook over de hele breedte doen. En vooral samen. Hè. Het zou leuk zijn als je bijvoorbeeld een hele boulevard op die manier aanpakt. Of misschien een hele dorpskern. Waarvan je zegt, hey, we gaan nu precies die goede soorten planten. Dat het bij ons lekker koel is. Hè. Mensen kunnen bij ons lekker in de schaduw zitten. Dat lijkt me ook een commodity die je kan verkopen. Dus dat is interessant. Over de hele breedte. En samen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ja, ik vind ook dat als je naar gemeentes kijkt, overal in de openbare ruimte waar het maar even kan, moet je nadenken over biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. En die gezondheid is ook heel belangrijk hoor. Kijk even naar de hoeveelheid obesitas in Nederland. Dus die gezondheid is ook belangrijk. Bied ruimte aan om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld eenzaamheid wordt steeds belangrijker. Nou, en dan heb je eigenlijk als die recreatieondernemer dat samen met die gemeente gaat doen, dan wordt het en heel mooi, en heel klimaatadaptief, en heel gezond. En heel biodivers. Nou, dat lijkt me een hele mooie opgave. Je kunt je bij biodiversiteit natuurlijk afvragen, moeten we dat wel doen? Is dat niet iets voor de ecologen? En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat als je als recreatieondernemer bezig gaat met biodiversiteit, dat je dat ook doet om je gasten, je klanten, te trakteren op de belevingen. Ik zelf heb dat heel sterk. Eerste aardhommel, februari. In maart hè, komt die naar boven. Die overwinteren als adult, dus die komen naar boven. Nou, het is een heel mooi moment. Gelijk op zoek naar nectar. Hè. Krokus heeft hij dan bijvoorbeeld nodig. Nou, die kun je ook planten. Dan komen ze erop af. Hè. En vlinders, de eerste citroenvlinder. Prachtig natuurlijk. Nou, zo gaat het maar door. Dus ik zou zelf ook dingen maken, zeg ik altijd. Je kunt de natuur niet maken, maar je kunt het wel zo inrichten. Hè. Plannen kan je wel maken. Je kunt natuur zo inrichten. Dat je ook zorgt dat je die soorten gaat laten beleven. Jouw klanten zien dat zometeen. Dan komt die vlinder voorbij, dan komt die hommel voorbij. En dat is met algemene vlinders, hè, die dus niet hele bijzondere eisen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld waardplanten, maar gewoon alleen voor nectar komen. Ja, is dat gewoon heel goed te organiseren en ook gewoon te ontwerpen. En dat doen wij dan dus ook met het bureau.